We gaan weer beginnen met Galaten 3. Galaten 3. En we gaan nu wel bladeren hoor, trouwens. Maar Galaten 3, we hebben vorige keer gesproken over vers 6, 7, 8. En we hebben ook gezien dat, ik lees nog eventjes, gelijkerwijs Abraham, vers 6, Galaten 3, vers 6. Goden geloofd heeft. En dat spreekt hij in relatie tot die eerste vijf versen. Ja? De prediking des geloofs. Het woord van het geloof. En Abraham heeft ook God geloofd. Hij geloofde natuurlijk wel niet in God zei tegen hem andere dingen. Maar hij geloofde God. En dat werd hem tot de rechtvaardigheid gerekend. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de schrift tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. In u zullen al de volken gezegend worden. Dus in u zullen de volken gered worden. Dat is een evangelie. Ja? Nou kijk, in vers 6 en 8 zie je twee keer dat Paulus een schrift aanhaalt. En als je kijkt Galaten 3 vers 8, ik schrijf het toch even op. Vorige keer deed ik het aan het eind, toen we al klaar waren. Maar dat wil ik toch nog even genoemd hebben. Galaten 3, vers 8. Nou, sla de Bijbel even open in Genesis 12, vers 3. 12, vers 3. Dus dan spreken we over Galaten 3, vers 8. Dat hij zegt, in u zullen alle volken gezegend worden. Hou je vinger ook bij Galaten, voor de zekerheid. Dat moet ik even doen. Hoppakee. Genesis 12, vers 3. Nou, vers 1. De Heer nu had tot Abraham gezegd, ga gij uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en zegenen en uw naam groot maken en wezen zegen. Ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt en in u zullen al de geslachten des aardrijks gezegend worden. Dat is wat Paulus aanhaalt in Galaten 3 vers 8. In u zullen al de volken gezegend worden. Wat staat er nou zo bijzonder bij in u? Ja, de hoofdletter is niet helemaal goed, is Abraham. In u zullen de mensen gezegend worden. Dat past Job aan de toe bij de Galaten. Waarom? In u, dat wil zeggen in Abraham. En Abraham is wat? Een voorbeeld van iemand die wordt gerechtvaardigd door het geloof alleen. Het gaat om geloof. Dus het geloof wat Abraham had. In u zullen al de volken gezegend worden. En dat is de belofte. Ja. En in u, dat wil zeggen, dat is dus iets voor alle tijden. Zowel in het Oude Testament, in de evangelie, nu in de bedeling der genade en straks. Is iedereen moet een kind van Abraham zijn, geestelijk gezien. Het geloof van Abraham hebben, namelijk hij geloofde God. Dus in die zin wordt iedereen, als je in het geloof van Abraham hebt, dan ben je dus in hem heb je ook die zegening. Nou, wij zijn gezegend in de geest, in de hemel natuurlijk en is al op aarde. Maar dat is waar hij over spreekt. En hier is de belofte, nogmaals, belofte van een volk, ja? Volk, van een volk. Zie je duidelijk staan. Kijk, ik zal u tot een groot volk maken. En dan stuurt hij hem naar een land. Dus het is ook een volk met een land natuurlijk. Ja, een volk zonder land. Dat wordt een beetje moeilijk, ja? Dan krijg je de problemen als met, hoe heet het ook weer, bij Irak en zo, de Koerden. Die zitten natuurlijk verspreid over, ik geloof wel over 3 verschillende landen eigenlijk. Dat het volk verkeert. Maar ze willen een eigen land. Ze zijn een eigen volk met een koning en noem het dan maar op. Dus een volk hoort een land te hebben natuurlijk. Nou, dat is wat hier de... Nou, en wie weet hoe oud die Abraham was hier? Hè? Nee, 75 jaar. Staat er in vers 4. Zie je? 75 was hij toen. Dus moet je nagaan. 75, God zegt, zit je hier en dan heb je geen auto, geen trein, geen vliegtuig. En zegt, ga naar, ik noem maar wat, naar Turkije. Nou, dat is misschien wat te ver, maar naar Spanje bijvoorbeeld. Lopen. Door, en dat zijn niet, ook met bergen en alles.
En Abraham ging, 75 jaar. En Abraham was wat? Een onbesneden heiden. Want daar gaat het hier eventjes om. Want kijk, als je in Galaten 3 vers 6 zegt hij, en dan gaan we nu naar Genesis 15. Wat zei hij daar? Dan zien we in Genesis 15 vers 6 staan. Hij geloofde in de Heer en het rekende het hem tot gerechtigheid. Dus Genesis 3 vers 6, wat Paulus aanhaalt, ik zeg het niet helemaal goed, Galaten 3 vers 6, dat spreekt over Genesis 15 vers 6. En waarom werd dat geloof van Abraham gerekend tot rechtvaardigheid? Hè? Dat zie je in vers 6, Genesis 15 vers 6. En hij geloofde in de Heer en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Dus God rekent hem de gerechtigheid toe. Wat is daar zo bijzonder aan? Omdat andere mensen zijn ongerechtig. En hij rekent hem dat geloof tot gerechtigheid toe. In Gods ogen ben je dan, sta je op zijn niveau. Ja, dat is wonderlijk, hè? Met Paulus, wij weten door Paulus, wij hebben ook de gerechtigheid Gods toegerekend gekregen door het geloof in Christus. Maar Abraham, die had nog nooit van Christus gehoord. Maar het gaat ook om het geloof. En wat geloofde Abraham? Nou, kijk in vers 5. Toen leidde hij hem op uit naar buiten, want Abraham zei, ja, ik heb geen kinderen. Hoe kan ik nou een volk krijgen? Ik heb geen kinderen. En dan zegt hij in vers 5, God tegen hem, zie nu op naar de hemel en tel de sterren indien gij ze tellen kunt. En hij zei tot hem, zo zal uw zaad zijn. Dus hier wordt hem beloofd een zaad. Nakomeling. Nou, dat is niet alleen de fysieke zaad van Israël. Nou snap ik die sterren des hemels. Ja, want Israël zat nou zo groot. Maar als je alle gelovigen optelt, dan heb je een aardig zaad hoor. Zo zal uw zaad zijn. En ik weet, wij hier kijken, ik ben nooit in Israël geweest. Helene wel. En ja, ben jij er ook geweest? Dan kijk je in de lucht, hè? En ja, jullie? En jij ook, hè? Dan zie je innoemelijk veel sterren, toch? Hè? Niet in de woestijn. Nee. Het schijnt helemaal erg te zijn. Dus dat zien wij hier dus eigenlijk helemaal niet. Maar dus, dat zag Abraham wel. Dus die kijkt, die ziet al die sterren. Zo groot, mijn zaad. Ik heb geen kind. Maar Abraham geloofde God. Niet omdat hij, als hij naar de omstandigheden kijkt, ja, dan zeg je, nou ja, maar dat is nou net het punt. Hij geloofde het, terwijl alle omstandigheden eigenlijk tegen waren. Zei, nou, dat kan ik ben 75. Nou, wel 75. Wie weet hoe oud Abraham hier is? Nee. 86 jaar. Ja, Jan, dat kan je nou wel zeggen, maar hoe weet jij dat nou weer? Dat betekent dus dat is 11 jaar nadat hij dus weggetrokken is. En ik weet dat, omdat als wij nu naar Genesis 17 gaan. En dat wil ik ook dat vers erbij nemen, want dan zie je dat hij in Genesis 17. Dat zet ik hier even bij. Gaat over Abraham. Daar krijgt hij het teken van de besnijdenis. Genesis 17, vers 5 en 6, geloof ik. Nou, in vers 4 zegt God tegen hem, hè, dat verbond dat hij een vader van de menigte volken zal worden. En dan krijgt hij een andere naam, Abraham. En in vers 6, hij zal vruchtbaar zal die gemaakt worden. En in vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslacht. Tot een eeuwig verbond om u te zijn tot de God en uw zaad na u. En ik zal uw zaad, enzovoort, enzovoort. En dan zie je in vers 11. En gij zult het vlees uw vooruit besnijden, en dat zal tot een teken zijn des verbonds tussen mij en u. Zie je het? Dus het is een teken, de besnijden is een teken van het verbond wat God heeft gemaakt. Nou, kijk in vers 24. Hoe oud is die daar? 99 jaar. Zie je het? Dus hier is hij 99 jaar, toen hij besneden werd. Nou, en als je kijkt in vers, hoofdstuk 16 vers 6, dat is daarvoor, dan zie je dat Ismaël geboren wordt. 16 vers baarde, even kijken, hoe is dat 16? Ja, 16.
Abraham was 86 jaren oud toen Hagar Ismaël aan Abraham baarde. Dus Abraham was 86 jaar toen Ismaël geboren werd. Nou, dat betekent 86 jaar toen werd Ismaël geboren. Nou, zeg maar een jaartje daarvoor was hij 85. Ja? Toch? Dus dan kijk je, zoals ik het dan zo bereken, ja. Hij was 99 jaar toen hij besneden werd. Hij was 100 jaar trouwens toen hij Isaac kreeg. Dus 99 jaar. Hij was 86 jaar toen hij besneden, toen Ismaël geboren werd. Dat was niet zijn zoon. Dat was al zijn zoon. Maar God zei nee. Abraham, sorry, je bent ongeduldig geweest. Hij heeft dus nog 13 jaar moeten wachten. Ja? Toen hij besneden werd. En toen hij dus ook, toen hij 100 jaar was, kreeg hij dat kind. Maar in deze periode, ja, dat hij dus, dat het geloof hem werd gerekend tot rechtvaardigheid. In Genesis 15, vers 6. Hij geloofde God dat hij dat zaad zou krijgen. Heeft hij 13 jaar, ja? Hij moet wachten totdat het ook werkelijk kwam. En in die jaren, al die tijd heeft God, dus uiteindelijk was het 14 jaar, maar God heeft al die tijd niet tot hem gesproken. Tenminste, ik lees het niet in de Bijbel. Je ziet het niet. Dus dat betekent dat in al die tijd, dat hem dat geloof was gerekend tot rechtvaardigheid, heeft het dus zeg maar nog 14 jaar geduurd voordat God heeft helemaal niet gesproken meer tot hem, tot hij dat kind kreeg. Dat is een tijd. Ja. Dat is een tijd, ja. Maar met andere woorden, ik ook wil zeggen, dat hij had, hier werd hem dat geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Was hij toen besneden of onbesneden? Onbesneden. Hij werd besneden toen hij 99 jaar was. Toen werd hij besneden. Dus Abraham heeft 13 jaar rondgelopen in onbesneden staat. Dus je leest al bij Paulus even die teksten zo. Oké, het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. En dan gaan we naar Romeinen. Nou, hij was onbesneden toen. Maar als je even over nadenkt. God heeft het dus niet zomaar, maar heel bewust heeft hij dat opgeschreven. Dat hij gerechtvaardigd werd tot, dat hem dat tot geloof, dat tot rechtvaardigheid gerekend werd. Dat was in onbesneden staat. En dat het nog 13 jaar geduurd heeft voordat hij besneden werd. Ja, en dat is om te laten zien dat het om het geloof gaat. En dat hij daarom een vader is van de Joden natuurlijk, van Israël. Maar hij kan ook de vader van ons zijn. Omdat hij is in onbesneden staat besneden. Wat zeg ik nou? Ja, dat is altijd zo. Als je besneden bent, ben je altijd eerst in onbesneden staat. Maar hij is, ja, hij was een heiden net zoals wij. En wat je dan ook nog ziet, hij was 75 jaar en toen hij dat kind kreeg, toen was hij 100. Dat is echt wel bijzonder. Hij heeft dus 25 jaar nadat hij vertrok naar het beloofde land. 25 jaar daarna was hij 100. Denk je dat hij dat van tevoren gedacht zou hebben? Dan krijg ik dat kind een keertje als ik 100 ben. En dan krijg ik dus dat zaad. Weet je waarom dat ook zo moest? Want Abraham moest van zichzelf helemaal niks kunnen. En zijn vrouw ook niet. En dat was ook zo. Naar de mens gesproken. En Sarai kon geen kinderen meer krijgen. En dat moest hij geloven. Hij kon het van zichzelf niet doen. Hoe is dat bij ons? Met de evangelie van Gods genade. Precies zo. Hij gelooft ook in. Wij krijgen het ook niet. Wij kunnen het ook onszelf niet door werken. De hemel verdienen. Wij kunnen helemaal niks. Wij moeten puur geloven in het. In het evangelie wat God tegen ons spreekt. En dat is, dat weten we, wat Paulus verkondigt, dat Christus stierf voor je zonde en is opgestaan. En je kan helemaal niks. En bij Abraham was het precies hetzelfde. En daarom God voorziende. Dus als we teruggaan naar de Galaten, dan ga je dat steeds beter begrijpen. Vers 8. Kijk, in vers 6 zie je dus, hè, wat ik hier heb opgeschreven. Het geloofde hem tot gerechtvaardigheid. Dat was dus in die onbesneden staat. En in Galaten 3 vers 8 zie je de schrift tevoren ziende, toen God Abraham riep,
ga uit u, hè, maar in u zullen alle volken, alle volken gezegend worden, in u, Abraham, in jou. Dat wil zeggen, die ook dat geloof hebben zoals jij dat hebt. Dat. Als je echt naar fysiek afstammeling kijkt, ja oké, dan horen wij er natuurlijk niet bij. Maar daarom, hè, Galaten 3 aan het eind, vers 29. Indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abraham zaad en naar de beloftenis erfgenamen. Abraham kreeg een erfenis. Israël zal een erfenis krijgen in het, als zij gelovig zijn. En wij hebben ook een erfenis. Dat is in de hemel. Dus ja, Abraham is de standaard. De standaard voor ons, maar het is die voor iedereen, voor elke gelovige. Want ook Israël, ook met de werkende wet. Kijk, als je in Israël bij het Joodse volk wil horen, ja, dan moet je besneden zijn. Ja? Dan ben je een ware Jood. Een ware Jood is dan ja, ook de Messias aanneemt. En die in de toekomst dat plan van God gaat vervullen in het Koninkrijk. Ja, dan moet je besneden zijn. Dus ja, klaar. Maar dan lieten ze zich met Pinkster ook dopen. Maar het gaat om het geloven met het hart. En ons geloof is puur alleen geloven Christus die voor je zonde is opgestaan. Ja? Maar Petrus zegt heel wat anders. Bekeer je en laat je dopen. Maar ze geloofden zijn boodschap. In de wet ook. Gelooft u wat in de wet zei? En geloven ze? Ja, dat geloof ik. Wat zegt de wet? Je moet 3 keer per jaar naar de feest. Je moet offeren. En als je ongehoorzaam bent, dan kom je onder de vloek. Dus wat doet geloof? Die gaat naar de feesten. Nou. Dus ja, als je kijkt in Galaten 3 vers 9. Zo dan die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Ze worden gezegend met wie? Met de gelovige Abraham. Abraham geloofde. En jij wordt ook, als je uit het geloof bent, gezegend gelaten. En gelaten die wat wilde zijn, zij wilde onder de wet. En dat gaat Paulus hier weer leggen. De wet is namelijk niet uit het geloof. Kijk, dat zie je in vers 12. Doch de wet is niet uit het geloof. Maar de mens die deze dingen doet, zal daardoor leven. En als hij spreekt hier over gezegend in vers 9, ja, wat bedoelt hij nou met gezegend? Wat bedoel je daar nou mee? In vers 8 zie je het staan. In u zullen al de volken gezegend worden. Wat is nou gezegend? Gezegend is, nou ja, goed spreken van. Hè, wij zijn ook gezegend, toch? Wij zijn gezegend met wat? Met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Dat is wel iets wat ik gekregen heb. En Paulus zegt ook, gezegend zijn de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Kunnen wij God zegenen dan? Kan hij nog iets van ons krijgen dan of zo? Nee, maar dat brengt hij wel. Hij brengt lof en eer aan God. En dat is ook zegenen. Iemand zegenen. Hij zegt ook, zegend en vervloek niet. Nou, kan ik, nou Helene, ik zegen je bij deze. Hè? Nee, ik betekent, ik spreek goed over Helene. Dat is ook zegenen. Maar God spreekt goed over ons. Ja, want wij zijn in zijn zoon. Maar gezegend hier, in deze context, als de volken in Abraham gezegend zullen worden, en wij ook die uit geloof zijn, gezegend met de gelovige Abraham, denk aan de context hier. Dit hele stuk gaat over de rechtvaardiging door het geloof. Ten opzichte van mensen die denken gerechtvaardigd te worden door hoe? Door werken der wet. En dat staat tegenover elkaar. Dus je moet altijd de context in de gaten houden. En in die zin spreekt hij over gezegend. Want kijk, Abraham werd gezegend. En dan gaan we nog één keer naar het Oude Testament even. Weer naar Genesis. Dan wil ik gewoon vanuit het woord gezegend laten zien wat Abraham daaronder verstond. Denk aan Abraham in die tijd. Wij hebben verstand in alle dingen. Hoe komt dat? Je weet het. Door Paulus, hè? Paulus zegt, bedenk hetgeen ik zeg. Door de Heer geef je verstand in alle dingen. Abraham had verstand in alle dingen op dat moment. Want de Heer aan hem openbaarde, meer niet hoor. Dat verstand dat wij hebben in alle dingen, dat had Abraham niet. Ik ben echt niet hoogmoedig om dat te zeggen. Maar dat heeft te maken met de openbaring van de verborgenheid. Nou kijk, maar wat verstond hij dan over gezegend? Hè? Hij werd gezegend. Nou kijk in Genesis 13 vers 15. Daar staat, ik zit in de 14, oh ja, 15, ja. Want
Hij moest zijn ogen opheffen in vers 14, zie je dat staan. Noordwaarts, zuidwaarts, oostwaarts, westwaarts. En dan zegt hij in vers 15, want al dit land dat gij ziet, dus hij keek om zich heen, ja, dat hele land, en alles wat je echt met je eigen ogen ziet daar, dat zal ik u geven en uw zaad tot in eeuwigheid. Dus Abraham hoorde, ik ga naar dat land, hij loopt daar en God zegt, kijk om je heen, want dat land geef ik jou in eeuwigheid. Maar heeft Abraham eeuwig leven dan? Op dat moment? Weet hij dat? Wat weet Abraham nou? Ik krijg dit land, wij hebben dit in eeuwigheid, maar wat heb ik er nou aan dat ik dat eeuwig heb en ik ga dood? Ja, dus kijk, zo moet je dat gaan denken. Dus dan gaan we ook naar de volgende tekst, 15 vers 5. Dan kijkt hij weer naar de hemel, dat hebben we net gelezen, dat vers, ja? 15 vers 5. Maar als je kijkt naar vers 13... toen zei hij tot Abraham, weet voor zeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land. Dus zijn nakomelingschap, dat volk wat uit hem komt, zal vreemd zijn in een land, dat weten we, dat is Egypte, dat hun er niet is. En zij zullen hen dienen en zij zullen hen verdrukken 400 jaar. Nou, als Abraham dat hoort, dan weet hij al lang dat hij daar natuurlijk niet bij is. Abraham gaat niet van de veronderstelling uit dat hij 400 jaar wordt. Trouwens, dat is een tijd na hem. Ik bedoel, dat duurt nog wel eventjes. Zegt Isaac, Jacob, dat weet hij allemaal nog niet. Maar als je dit leest, God spreekt over de toekomst. En dan weet hij al lang, dan ben ik er niet meer. Dan ben ik al dood. En toch is het aan mij gegeven in eeuwigheid. Hoe zou dat in het hoofd omgaan bij Abraham? En als je kijkt in 17 vers 8. Ik zal u en uw zaad na u. Kijk, ik zal u en uw zaad na u. Het land uw vreemdelingschap geven. Het gehele land Kanaan. Ja, dat vinden ze niet leuk in het Midden-Oosten. Om dat te horen natuurlijk. Dat land is van God. Dat is van hem. En hij heeft er maar één volk gegeven. En dat zijn niet de Palestijnen. Dat zijn niet Syriërs, niemand. Het is alleen het volk Israël. En kijk wat staat daar. Tot eeuwige bezitting. Eeuwige bezitting. Dus als je denkt aan Abraham. Ik heb tot een eeuwige bezitting, het is voor het zaad na mij, ze zullen ook nog 430 jaar gevangen zijn. Hij ziet mensen om zich heen. Kijk, voor de zondvloed werden mensen 900 jaar, kom. Maar Abraham weet al lang, in zijn tijd is dat niet meer zo. Dus ja, hoe ga ik daar dan deel uit maken? Het is wel eeuwig, maar ik ben er niet meer. Maar kijk, als je 17 vers, tot een eeuwige bezitting, ja. En dan kijk je vers 9. Voort zei God tot Abraham, Gij nu zult mijn verbond houden, gij en uw zaad na u in hun geslachten. Na u in hun geslachten. Nou, dan ga je naar vers 21. Kijk, maar mijn verbond zal ik met Isaac oprichten. Dus Abraham, na jou gaat het in Isaac verder. Dus met andere woorden, Abraham gaat dat niet meemaken. Dat land, terwijl het aan hem wel beloofd is en het wordt gezegend. Ik zei het al, ik weet, ik ben gezegend in de hemel. En ik weet, als de Heer mij komt halen, ga ik naar hem toe. Onmiddellijk. Ik weet ook al dat ik hier geen eeuwig leven heb. Maar ik weet, ik heb het daar. En ik ga eenmaal naar hem toe. Maar denk aan Abraham. Wat weet hij nou? Wij hebben de hele Bijbel. Maar wat weet hij nou over eeuwig leven en dat soort dingen? En over de opstanding? Dat is natuurlijk noodzakelijk. Nou, ga met mij naar 22. Daar komt het naar voren. 22 vers 5. Dat is Abrahams geloof beproefd dat hij zijn zoon moet offeren. Zijn enige zoon. In Isaac ga ik het verbond met u oprichten. Genesis 22. Je ziet het, ik ga dat stuk niet allemaal lezen. Genesis 22, bladzijde 29. Bladzijde 29. 29, dat is heel klein. Maar je ziet, en dan zegt hij in vers 5, in vers 4, ze gaan erheen. En aan de derde dag, toen hief Abraham zijn ogen op, hij was met Isaac en zag die plaats van verre. En Isaac was geen jongetje van 10 jaar, hoor. Hij was een volwassen man, inmiddels. Weet je hem, heb je hem nou niet? Ja, ik wacht al, hoor. Ik heb alle tijd. 22. En dan zie je vers 5. En Abraham zeide tot zijn jongens, die waren met hun meegegaan, blijf gij hier met de ezel en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. En wat moest Abraham gaan doen daar? Zijn zoon offeren. Maar wat zegt hij hier? Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren.
Dus Abraham weet wat. Hij weet, ik keer weer terug met mijn zoon. Maar hij ging wel om te offeren, want kijk in vers 3, zie je, hij zadelde zijn ezel en hij kloofde hout tot het brandoffer. Hij nam het hout mee. Hij ging echt om zijn zoon te offeren. En weet er later ook, je leest ook, hij steekt het mes omhoog en hij wil steken. En de engel houdt hem tegen. Maar weet je, wat is nou het eerste boek uit de Bijbel? Job. Nou, weet je het, ik al wat ik zeggen wil, hè? Wat heeft Job geschreven? En denk eraan dat Abraham dat wist, hoor. Job 19. Ik weet dat mijn verlosser leeft. En ik zal hem op de laatste dag, zal hij daar op aarde staan. En ik zal hem in mijn vlees aanschouwen. Laten we even kijken, Job 19. Job 19. Job 19, vers 25, bladzijde 613. Want ik weet, niet ik, ja, ik denk of ik voel, nee, ik weet dat mijn verlosser leeft. Ik weet mijn verlosser leeft, zegt Job, het oudste boek van de Bijbel. Ik weet mijn verlosser, Job weet, ik heb een verlosser. En die leeft en hij zal de laatste over het stof opstaan. Dat wil zeggen, hij zal op de laatste dag het stof der aarde, op de aarde, stof der aarde staan. En als zij naar mijn huid dit doorknaagd hebben, hè, dat is als zij, die doorknagen jou? Jouw huid, wanneer is dat? Als je in de kist ligt, onder de grond. Als mijn huid dus dit lichaam doorknaagd willen hebben, dan zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Hoe kan dat? Dat betekent dat hij opstaat uit de dood. Ja, nieuw lichaam is opgestaan uit de dood. Welke ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zien zullen. Zie je dat? Eerste boek, het oudste boek, dat spreekt al over de opstanding. Abraham ging zijn zoon offeren en hij wist, ik keer terug. En hoe kwam dat? Gaan we mee naar Hebreeën 11 vers 18, dan gaan we naar Galaten. Hebreeën 11 vers 18, nou weet je ook hoe hij... Zie je weer, Abraham weer de persoon van het geloof is. Hebreeën 11 vers 18. Vers 17. Door het geloof. Bladzijde 13:30. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. Er staat hier dat hij hem geofferd heeft. God ziet hem. Want hij had het ook gedaan. Hè? Hij lag er al. Dat mes, dat was nog maar net boven hem. En God stopte hem. Anders had hij... Het was gewoon gebeurd. In Gods ogen heeft hij het ook in het geloof. Heeft Abraham het gedaan. Kijk... Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, was een test van zijn geloof, niet een verzoeking tot zonde. Een test van zijn geloof, werd Isaac geofferd. En hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enige geboren geofferd. Ik moet nagaan, de belofte van wat? In vers 18, tot de welke gezegd was, in Isaac zal u het zaad genaamd worden. En dat zaad moest hij doden. Dan denk ik, hè? Maar kijk, overleggende dat God machtig was, hem ook uit de doden te verwekken. Hij heeft door geloof geofferd. En hoe krijgen we geloof? Het geloof is door het horen en het horen door het woord van God. Abraham, Job, dat kende die. En God heeft tegen hem gesproken, een eeuwige bezitting. Abraham, je wist, ik ga dood, maar het is aan mij beloofd. Wat is dan de conclusie? Hoe kom ik dan toch in dat land eenmaal? Dat is als ik ook zal opstaan. Dat is nou geloof. En dat was Abraham. Dus als je spreekt, terug naar Galaten 3 vers 9. Abraham wist, ik zal eenmaal opstaan. En Gods plannen zullen uitkomen. En ik zal ook in dat land zijn met dat volk en het zaad. En een koninkrijk. Hij geloofde. En dus die zegen, als er staat... In vers 9, zo dan die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Wat was de zegening van Abraham nou? De zegening van Abraham was dat hij wat? Eeuwig leven had, kreeg. Want als je het had allemaal beloofd en je gaat dood, en je gelooft toch dat je er deel van uitmaakt, dat betekent dat je gelooft je eeuwig leven hebt. En dat gaat over het eeuwig leven. De zegening hier is het eeuwig leven. Kijk, de rechtvaardiging van Abraham is de context. En dan
het eeuwig leven. Kijk in vers 14. Opdat de zegening Abrahams tot de heidenen komt. Wat is die zegening van Abraham die tot de heidenen, tot ons komt nu? Waar is Paulus de verkondiger van? De rechtvaardiging door het geloof. De zegening van Abraham is het eeuwig leven. En hoe krijg je dat? Nadat je bent gerechtvaardigd door het geloof. Want kijk, opdat de zegening Abrahams tot de heidenen komen zou in Christus Jezus. En opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. Wanneer krijg je die geest? Als je gerechtvaardigd bent. Als je gelooft, dus je eeuwig leven. Dan geeft God jou het eeuwig leven. De Heilige Geest krijgen alleen de geredde mensen. Alleen gelovige mensen krijgen de Heilige Geest. Dus dat betekent, die zegening, ja, de zegening van Abraham, die komt tot ons en we krijgen ook die Heilige Geest. Dus dat betekent, die zegening is het eeuwig leven. En dat klopt ook helemaal in de context. Want in vers 10, dus het werkt zo. God spreekt tot Abraham. Het gaat tegen alle logica in. Maar God zegt het, dus ik geloof het. En dan rekent hij jou dat geloof tot rechtvaardigheid. En als God jou rechtvaardig verklaard heeft, een rechtvaardig iemand, die krijgt eeuwig leven. Want kijk, als de wet bijvoorbeeld, hè, in vers 12... Doch de wet is niet uit het geloof, maar de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Dus als jij zeg maar altijd de wet zou leven, dan staat er, dan zou je leven. Dat wil zeggen, dan heb je eeuwig leven. Dat klopt ook. Als jij de wet niet als zonde, maar nooit zonde, altijd de wet doet, heb je eeuwig leven. Dus Christus heeft alles wat in de wet staat ook gedaan. Hij heeft nooit gezondigd. Hij is ook niet gestorven vanwege zonde. Hij is omdat hij tot zonde gemaakt is. Maar niet omdat hij de wet niet volbracht. Dus, kijk, en dan, dus dan zie je, dus je wordt gerechtvaardigd en dan krijg je dus dat eeuwige leven. En dat is bij ons exact hetzelfde. Daarom is het ook opgeschreven, God voorzag dat, opgeschreven, ook speciaal dat Paulus dit kon opschrijven als voorbeeld voor ons. Dus iedereen moet een kind van Abraham zijn. Gelovigen, alle gelovigen zijn. Als je een kind van God bent, ben je dus inderdaad ook een kind van Abraham. Niet fysiek, maar wel geestelijk. Nou, en dan zie je ook in vers 10. Want zoveel als er uit de werken de wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Die niet blijft. Zie je dat? Ga de wet maar doen hoor. Maar blijf je erin? Nou ja, ik kan ook wel een dag niet stelen. Ja hoor, dus, nou, meerdere dagen, nee, ik kan wel zeggen, ik stel eigenlijk nooit. Nee, misschien heb ik dit krijtje wel van school meegenomen. Dat zou kunnen. Ik heb wel gestolen, maar het krijtje, dat hebben wij gewoon gekocht. Ja, maar ik bedoel maar één keer, wij denken altijd aan grote dingen, maar een pen van de zaak in je zak meenemen? Ja, per ongeluk, maar nou, het is toch de zaak betaald, joh, huppakee. Ik heb een auto van de zaak en ik ga overal heen en weet je, maakt mij dat uit, de zaak betaalt toch, weet je wel. Dat is niet in de geest van waar het voor bedoeld is. Maar goed. Maar nee, zoveel als er uit de werken de wet zijn, die zijn onder de vloek. Dat is het tegenovergestelde van vers 9. Want als je uit het geloof bent, dan word je gezegend met de gelovige aan, want dat betekent je krijgt eeuwig leven. Maar als je uit de werken de wet wil zijn, en dat is wat de gelaten gingen doen. Hadden Paulus verlaten. Dan zie je wat gebeurt er. Dan ben je onder de vloek. En hij haalt weer een tekst erbij. Want er is geschreven. Vervloekt is een iegelijk. Iedereen die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dus iedereen is vervloekt. En dat is het tegenovergestelde van een zegening. Je hebt de zegen of je hebt de vloek. Dus met andere woorden, je hebt het eeuwig leven of je hebt de hel. Wij zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Alle zegeningen in de hemel, omdat wij hebben geloofd eenmaal. Maar onder de wet, kijk even mee in Deuteronomium 27, Oude Testament, het vijfde boek, vanaf Genesis, Deuteronomium 27...
wat bedoelt Paulus nou eigenlijk met de wet? Als hij daarover spreekt, ja? Als wij nou denken aan de wet, waar denken wij dan aan? Je hebt een morele wet, heb je, maar je hebt ook de civiele. Ja, ceremoniële wet heb je. Je hebt de burgerlijke wet. Ja, hoe ga je met elkaar om? Dus je zou kunnen zeggen, er zijn drie wetten. Ceremonieel, de burgerlijke en de morele wet. Dat zijn de 10 geboden, zeg maar. Behalve dan de Sabbat. Dat is geen morele wet. Daarom de 10 geboden doen. Paulus haalt ze allemaal aan, behalve de Sabbat. Want dat is een ceremoniële. Ceremonieel gebod. Moeten wij dat ook houden? Nee. Dus daarom zijn die 10 geboden ook niet voor ons. Niet, moeten wij de 10 geboden doen? Jazeker, natuurlijk moeten wij dat doen. Paulus zegt ook dat we niet moeten liegen en bedriegen. Maar we hebben een andere motivatie. Want die wet, de Sabbat valt daar niet onder. Want alle dagen zijn gelijk voor God. Kijk, de winkels gaan hier nou ook op zondag open. Nou, ik ben er tegen. Maar niet vanwege de 10 geboden. Sabbat is ten eerste al niet op zondag. Maar op basis daarvan ben ik niet tegen. Ik vind gewoon, nou, voor mij hoeft dat niet. Laat die ene dag namelijk lekker alles dicht zijn. Ook voor de ondernemers, de kleine ondernemers. Dat is mijn motivatie. Maar niet vanuit de schrift. Kan er gewoon alles open zijn. Maar goed, de wet, kijk, in Deuteronomium 27, vers 26. Vervloekt zij die de woorden deze wet niet zal bevestigen, doende dezelfde. En al het volk zal zeggen, amen. Dus je ziet hier staan, wat Paulus net zei, die niet blijft. Je moet het doen. En je moet het ook blijven doen. En als je dat niet doet, dan ben je dus vervloekt. En vervloekt, dat wil zeggen, dan ben je gewoon afgesneden. Kijk in 28 vers 1 en 2. En het zal geschieden, indien gij de stem des Heeren uw Gods vlijtiglijk zult gehoorzamen, waarnemende te doen al zijn geboden die ik u heden gebied, zo zal de Heer uw God uw hoofd zetten boven al de volken der aarde. En al deze zegeningen zullen over u komen en u aantreffen, wanneer gij de stem des Heeren uw Gods zult gehoorzaam zijn. Nou, je ziet hier het als dan, hè, indien, en dan zie je vers verder, zo zal. Dus als je dat doet, dan ga ik daarop reageren. Dus de reactie van God hangt af van of je het doet of niet. Als je het doet, dan zal ik je, nou, daaronder staan al die zegeningen. Dat is de wet. En dan zie je ook aardse zegeningen. Wij hebben dat niet, want wij zijn gezegend in de hemel met geestelijke zegeningen. Het principe van de wet zie je hier, dus het als dan. Dan zal ik je zegenen. En hier is het duidelijk de fysieke zegening op aarde. En kijk in vers 15. Daarentegen zal het geschieden, en dan heb je het weer. Indien gij de stem des Heeren uw Gods niet zult gehoorzaam zijn om waar te nemen dat gij doet al zijn geboden en zijn inzettingen, die ik u heden gebied, zo zullen al deze vloeken over u komen en u treffen. Je ziet het tegenovergestelde. Dus als jij dus niet gehoorzaamt, dan komt de reactie van God. Dan zal ik jou ook daarnaar in overeenstemming mee gaan treffen, namelijk de vloek. Dus dat is het principe van de wet altijd. En zo denken veel gelovigen ook, als dan. Het principe klopt ook. Als wij natuurlijk gehoorzaam zijn en we blijven bij het evangelie van Paulus, en dat is wat God wil, dan zullen wij dat ook geestelijk in ons leven ervaren. Zullen we ook de versterking hebben, de blijdschap en de vrucht van de geest. Als we ervan afwijken, gaan we naar Galaten kijken, dan zie je de vrucht van de geest, Galaten 5 vers 22. Maar als je gaat afwijken, dan ga je naar de wet, ga de versen erboven lezen, dat is het resultaat. Dus dat is ook het principe. Maar het zal nooit in verband gebracht kunnen worden bij ons met dit principe dat wij worden vervloekt. Dat wil zeggen, voor eeuwig naar de hel en verloren gaan. Nooit. Dat is onmogelijk. Maar het principe van de wet is het als dan. Dus je hebt die wet, maar het is, we zeggen net drie wetten, maar toch is het één geheel. Het is één geheel, de wet. Maar als Paulus over de wet spreekt, spreekt hij nou over ons. Ik wil dat nog even gaan afmaken, dan stop ik. 1 Korinthe 14. Wat is nou de wet als Paulus spreekt over de wet? Als je nou 1 Korinthe 14 vers 21, ja? Ik heb me vroeger ook wel eens over. Ik heb er al eens een keer jaren geleden. Maar nee, dat was met een andere tekst. Een vraag over gehad. 1 Korinthe 14 vers 21 zegt Paulus. In de wet is geschreven. Ik zal door lieden van andere talen en door andere lippen tot dit volk spreken. En ook al zo zullen zij mij niet horen, zegt de Heer. Waar komt dat uit? Dat is Jesaja. Het staat er mij ook onder. Jesaja 28 vers 11. Jesaja 28 vers 11 noemt hij de wet.
En als je verder kijkt, in vers 34, dat uw vrouw in de gemeente zwijgen, want het is haar niet toegelaten te spreken, maar bevolen onderworpen te zijn, gelijk ook de wet zegt. Waar komt dat uit? Genesis 3, vers 16. Dus als wij over de wet spreken, denken wij dan aan Genesis? Denken wij dan aan Jesaja? Niet vaak, denk ik. Dus hoe bedoelt Paulus dat nou als hij over de wet spreekt? Moeten wij dan ook daaraan denken? Denk bijvoorbeeld ook de Heer Jezus met de discipelen. Na zijn opstanding ging hij met hun zitten en hij legde hun uit dat al wat was geschreven in wat? In de wet, profeten en de psalmen. Dan heb je de wet, profeten en psalmen. Dan heb je de indeling, de wet, dan profeten en psalmen. Dan weet je, oh, dan spreekt hij over de eerste vijf boeken. De wet, de Pentateuch, zeg maar. Nog één tekst eventjes, even kijken. Ja, Johannes 10, vers 34. Dat is ook een goede erbij, om die erbij te pakken. En dan kom ik bij Paulus. En dan stoppen we. Johannes 10, vers 34. Johannes 10, vers 34. Jezus antwoordde hun. Is er niet geschreven in uw wet? Ik heb gezegd, gij zijt goden. Waar staat dat? Staat eronder, hè? Makkelijk toch, die verwijzingen. Psalm. Ja, komt uit de psalmen. Dat doet hij ook de wet. En dat zeg ik niet, hè? Zegt de Heer Jezus. Net kon je nog zeggen, ja, dat zegt Paulus. Maar hier zegt Christus, zegt het. In uw wet. Dus je ziet hier, zie je al dat soort dingen van de wet. Dus als Paulus spreekt bijvoorbeeld tegen ons, de wet zal, nee, hoe zegt hij nou? Romeinen 6, vers 14. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wat bedoelt hij dan? Ja, een goede vraag, hè? Nou, hij bedoelt natuurlijk het principe van de wet, want daarna gaat hij over Romeinen 7 spreken. Nou, dan weet je wat in Romeinen 7 staat, dan spreekt hij over de wet en de wet is heilig en is goed. Ja? We gaan terug naar Galaten, hoor, want ik ga afsluiten. Als daar staat, zovelen in vers 10, want zovelen als er uit de werken de wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vloekt is een iegelijk die blijft in al hetgeen geschreven is in het boek de wet om dat te doen. Je ziet de wet, ja, je ziet de wet soms, je ziet er gewoon het hele Oude Testament. En dan zie je soms, dan is het de wet van Mozes alleen. En dan, nou, we hebben het net gezien. En Paulus zegt, spreekt ook over de wet. Maar als Paulus spreekt met zijn boodschap van genade, en hij plaatst de wet tegenover hier, waar spreekt hij dan over? Wat is de onderlinge gedachte van de wet nou eenmaal? Dat is toch altijd het als-dan principe? En daar gaat het om. Het principe van de wet is, dat is een systeem van doen. En op basis van het doen, dat mensen denken daardoor acceptatie bij God te verkrijgen. Dat is zoals Paulus dat hier bedoelt. Want dat is de wet op zich. Het principe van de wet is, als dan. Als je goed doet, zal ik je zegenen. En als je het niet doet, zegen ik je, vloek ik je. Dus met andere woorden, ik accepteer het alleen jou als je dat en dat en dat doet. En anders accepteer ik je niet. Dus wat is het denken van de mens? Dat is weer die geestelijke dienstbaarheid. Oké, nou ik moet wel zo en zo, want anders word ik door God niet geaccepteerd, word ik gevloekt. En niet gezegend. En dat, zo moet je dus de wet lezen bij Paulus als je het gebruikt ten opzichte van de boodschap van genade. Nou, en wat weten wij? Wat weten wij? Maar we zitten in Galaten 3, hè? Nou, laten we de twee bladzijden verderop. 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. En Romeinen, Maarten las het. Als God voor ons is, wie kan er nog tegen ons zijn? Als hij zelfs zijn eigen zoon gegeven heeft. Ja? Ik ben uitverkoren in hem voor de grondlegging in de wereld. Vers 3. Ik ben tevoren verordineerd tot aanneming tot kinderen. Ik ben in vers 6 begenadigd in de geliefde. Dat wil zeggen, begenadigd. Ik ben aangenomen in Christus. Dat is heel wat anders dan onder de wet, hè?
Dus wat zal ik nou nog onder de wet gaan? Want dan krijg ik weer, ja, ik moet dat doen, want anders is God niet voor mij. Maar ik lees hier allemaal dingen dat hij is voor mij. Ik heb ook de verlossing. Ik ben in vers 11 een erfdeel geworden. In vers 9, hij heeft mij alles bekendgemaakt over zijn wil. Zou hij dat doen? Ik heb niks gedaan. Dat heb ik alleen omdat ik heb geloofd. En in vers 12 en 13 en 14 zegt, ik ben verzegeld met de Heilige Geest tot de dag der verlossing. En dan heb ik nog niks gedaan. Puur toen ik geloofde op dat moment. En nu ga ik, daarom heb ik ook Gods Geest ontvangen. Dat ik dit soort dingen nu kan gaan zien en begrijpen wat hij mij door zijn genade aan mij geschonken wat heeft. Dus ik val niet meer onder het principe van de wet. Blijf er alsjeblieft van weg, want dan kom je weer in die onzekerheid en in die angst. En heeft God mij, accepteert hij mij wel? Lees Efeze 1, dan weet je dat hij jou geaccepteerd heeft. Namelijk in de geliefde. Dus ja, dus dat is wat Paulus dan die gelaten aan het weerleggen is. Denk aan Abraham, hem werd het geloof toegerekend door het geloof. En de wet, hier Genesis 17, weet je wanneer de wet kwam? Eerst moest Israël nog, krijg je Isaac, Jacob met zijn kinderen. En dan krijgen we ons een keer 400 jaar gevangenschap in Egypte. Zak je naar beneden en dan kom je eindelijk, als ze de woestijn in gaan, kom je bij de berg Sinaï. Weet je, dat is nog honderden jaren daarna. Was helemaal geen wet. Want als een wet is, ja, als je dan heb je, hoe is de belofte? Dan ga ik alweer over volgende week praten. Dus we gaan stoppen, ja, we gaan danken. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Dank u voor de liefde. Dank u voor uw boodschap van genade, Vader. Dat geeft ons zoveel vrijheid en blijdschap. Daarom willen we uw naam ook prijzen en danken. In Christus' naam. Amen. Goed, laten we nog een liedje zingen met elkaar.